leuk dat je kijkt naar deze video van Online Tech Tips. Mijn naam is Kelly en in deze video geef ik jou een volledige rondleiding door de Microsoft Planner applicatie. Klik daarbij gelijk op het belletje, want dan krijg je een melding iedere keer als ik een nieuwe video post of wanneer ik live ga om een webinar te geven. Microsoft Planner is ontzettend prettig om te gebruiken om gezamenlijke werkzaamheden bij te houden. Je kunt hierin echt zelf je eigen planbord gaan samenstellen. Je kunt het planbord vervolgens delen met collega's, maar ook met externen. En dat maakt deze applicatie zo prettig om mee te werken. Het is daarnaast ook nog eens super gebruiksvriendelijk. Dat betekent dat jij na het kijken van deze video gelijk zelf aan de slag kan gaan. Zoals je ziet zit ik nu in Microsoft Teams. En in een team in Microsoft Teams, hier aan de linkerzijde, zit ik in een team. Daar kunnen we aan de bovenzijde een extra tabblad gaan toevoegen. En dit tabblad, dat wordt Microsoft Planner. Als we even wachten tot hij alle onderdelen heeft geladen, kunnen we op zoek naar Microsoft Planner. We kunnen of gaan zoeken door deze hele lijst heen, of de zoekbalk hier rechtsbovenin gebruiken. Als je Planner intoetst, dan zie je hier Tasks for Planner en To Do, en dat is degene die je nodig gaat hebben. Ik selecteer hem en vervolgens kan ik hem direct van een naam voorzien. Bijvoorbeeld taken, maar kan bijvoorbeeld ook aangeven werkzaamheden. Vervolgens onderin zien we gesprekken plaatsen op het kanaal over dit tabblad. Dat houdt in dat als ik deze geselecteerd laat staan, dat hij in het onderdeel berichten daar een bericht over plaatst. Als ik hem deselecteer, doet hij dat niet. Ga ik hem nu opslaan terwijl hij geselecteerd is, want dan zie je wat hij neerzet. En die keuze heb je dus om dat niet daar neer te zetten. We maken hier dus nu de planner aan. Zo ziet hij er direct uit als je hem aanmaakt. Gaan we nog even snel kijken naar berichten. Want daar staat nu een bericht. Namelijk, ik heb bovenaan dit kanaal een tabblad toegevoegd. Probeer hem uit. Dit is het bericht wat dus geselecteerd stond toen ik hem aanmaakte. Wil je dit bericht liever niet hier hebben? Deselecteer dan die optie die we zo net zagen. Dan ga ik weer naar de planner toe. Hier bovenin werkzaamheden heb ik het tabblad genoemd. En hier zien we dus verschillende onderdelen gelijk al staan. We hebben de mogelijkheid om verschillende buckets toe te voegen, zoals Microsoft Planner dat zelf noemt. Dus eigenlijk verschillende kolomtitels. Nu zou je daar op twee manieren mee om kunnen gaan. Je zou kunnen zeggen, ik maak per onderwerp of ik maak per week de onderdelen en de taken aan. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we hebben een onderdeel met communicatie. We hebben een onderdeel met binnen de scope. En je ziet dat ik nu weer hier de mogelijkheid erbij krijg. En eventueel buiten scope. En zo zou je hem eventueel kunnen inrichten. Of als je dat liever doet, kun je ook zeggen van nou, dit is week 41. Vervolgens hebben we week 42. En op die manier zou je natuurlijk ook je taken kunnen verdelen. Dat is puur afhankelijk van hoe dit team samenwerkt. Aan de ene kant kan ik in dit team gebruik maken van bijvoorbeeld communicatie binnen en buiten scope. En misschien een ander team werkt liever op een soort scrum manier. En die heeft veel meer baat bij deze inrichting, week 41, 42, etc. Dus bekijk goed waar is het team het meest gebaat bij welke inrichting van zo'n planner. Als je nu een onderdeel weg wilt halen, kun je op de drie puntjes klikken. En kiezen voor verwijderen. Dan verwijder je de hele bucket en alle taken die daarin staan. En dan laten we het eventjes voorlopig bij deze drie. We kunnen onder ieder onderdeel, zoals je ziet, een taak gaan toevoegen. Die taak bestaat direct uit zo'n kort kaartje. Dus eigenlijk een snelle weergave van een taak in Microsoft Planner. We kunnen hem hier voorzien van een naam. Dat is natuurlijk vereist. En je ziet dat we een einddatum kunnen instellen en kunnen toewijzen aan een specifieke collega of externe. Want in Teams kun je natuurlijk ook een externe toevoegen aan jouw Teams-omgeving. Communicatie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een mail verstuurt over de start van het project. En ik toets op Enter op mijn toetsenbord. En dan wordt die aangemaakt, komt die hier te staan en zie je dat ik die snelle weergave nog steeds hier bovenin houd. Als ik nu ergens hier klik op het scherm, zie je dat die snelle weergave weer weggaat. Maar die komt weer terug zodra ik klik hier op taak toevoegen, want die opties blijven daar altijd staan. Ik zie hier nu mijn titel. En verder niets. Dus als ik hem nu opnieuw aanklik, krijg ik alle mogelijkheden die deze taak zou kunnen bieden.
Niet alleen dus die snelle weergave van een naam, een einddatum en toewijzen, maar je ziet dat ik nog veel meer opties krijg om in te vullen. Wat je zou kunnen doen is hier opnieuw kunnen toewijzen aan iedereen die in dit team zit. Op dit moment zit er 1 iemand in dit team, dus ik heb ook maar 1 persoon. En anders kun je, als er heel veel zijn, even zoeken naar bepaalde personen. En je kunt zowel 1 als meerdere personen toewijzen aan deze taak. Je kunt een label toevoegen. Je ziet hier alle kleurenlabels die er op dit moment zijn. Ze hebben allemaal de naam gekregen van de kleur, maar die kun je hier gaan wijzigen met het pennetje. En ik raad altijd aan om dat te doen, omdat roze in het ene team iets anders kan betekenen dan bij het andere team. Dus geef hem altijd eigenlijk de naam van wat die label betekent. Roze zou bijvoorbeeld kunnen betekenen, als je de titel hebt ingegeven, klik dan gewoon weer ergens in beeld. En dan zie je dat hij die naam heeft gegeven. En nu zie je dat hij roze is en dat die naam dus ook is veranderd. Je kunt de bucket veranderen, dus nu staat hij in bucket communicatie, maar kan ook naar binnen of buiten scope. Maar dat zouden we ook kunnen doen door gewoon weg te slepen. Dat is natuurlijk wel het meest makkelijke. Je kunt de voortgang bijhouden. Dat is handig voor een projectmanager als dienstleden dit allemaal netjes bijhouden. Of dat het in uitvoering is of eventueel dus voltooid. Dan gaat hij hier ook weg en komt hij bij voltooide taken te staan. Kun je hem ook weer deselecteren, komt hij er netjes weer naar boven toe. Prioriteit kun je hier direct aangeven. Hij staat standaard op gemiddeld, maar je kunt ook aangeven dat dit belangrijk is. Die krijgt dan een uitroepteken. Of dringend, dat is natuurlijk nog belangrijker dat dat gedaan wordt. Zet ik hem even terug op gemiddeld. Je kunt een begindatum aangeven. Zeker als je op een scrum manier werkt, is dat wellicht handig om aan te geven van, goh, dit is ongeveer de begindatum. Maar een einddatum is natuurlijk helemaal belangrijk. Wanneer moet het echt af of wanneer moet dit uitgevoerd worden? Dan zie je ook dat die einddatum hier vertoond wordt. En je kunt hem zelfs laten herhalen als het een herhalende taak is. Dat iedere dag of iedere week moet er bijvoorbeeld een mail worden verstuurd. Kun je aangeven wekelijks. Je kunt er notities bijvoegen eventueel. Voor degene die dit moeten gaan uitvoeren, om duidelijk te maken wat je van deze taak verwacht, wat je van de mensen verwacht. En de controlelijst houdt in dat het de subtakenlijst wordt. De hoofdtaak is een mail versturen over de start van het project, maar maak eerst een concept bijvoorbeeld. En laat het concept doorlezen. Hè, voor een stukje feedback. Dan kun je zeggen feedback verwerken. En definitieve versie versturen. Dus dan heb je dus 1 hoofdtaak, een mail versturen, maar daar hangen meerdere verschillende taken aan vast. Je zou hier ook bijlagen aan kunnen toevoegen eventueel, als je dat prettig vindt. En nog extra opmerkingen. En die opmerkingen komen dan vervolgens hierbij te staan. Dit is een eerste opmerking. En de eerste opmerking is dat de taak is aangemaakt. Je hebt hier ook nog een vinkje of je wel of niet deze verschillende subtaken wil tonen in de kaart. En ook de notities zou je kunnen tonen. Die hebben we nu niet. Zal ik eventjes toevoegen, excuus. Zo, we hebben nu de notities toegevoegd. We zien ze hier nu ook staan, want hij is geselecteerd. Weergeven op kaart. Als ik die deselecteer, komt hij er niet te staan. Je kunt er 1 van de 2 kiezen. Hij kan ze niet allebei doen of allebei niet. Dus dat is de keuze die je hebt per taak. Uiteindelijk krijg je hier jouw hele planbord als het ware. Al jouw taken, iedereen die daaraan deelneemt, intern en extern, wie verantwoordelijk is voor welke taak en waaruit die taak eventueel zou kunnen bestaan en wat de einddatum is. Nu zie je rechtsbovenin nog wat opties staan. Groeperen op bucket, dat is hoe die standaard dus staat met deze kolomtitels. Je kunt ook zeggen toegewezen aan, dat die dan per persoon wordt neergezet. Dat kan ook handig zijn voor de deelnemers, voor de leden van dit project, om hem te groeperen op alle onderdelen die voor die persoon zijn. Heel erg handig. Je kunt de voortgang natuurlijk opgroeperen, vervaldatum, labels en prioriteit. Standaard staat hij altijd op bucket. Je kunt ook gaan filteren zoals je ziet.
Als je echt heel veel taken hebt en je bent benieuwd naar een bepaalde taak of die er bijvoorbeeld op staat, dan zou je kunnen zoeken op dat trefwoord. En vervolgens zien we hier verschillende weergaves van deze taken. En nu staat die standaard op bord, maar je kunt ook zeggen lijst. Dan krijg je alles onder elkaar te zien met een aantal kolomonderdelen, zoals je ziet staan. Niet alles past even goed en we kunnen hem ook niet gaan verslepen. Dus sommige woorden vallen nu eenmaal weg. Je hebt diagrammen. En dat houdt in dat er een rapportage wordt gemaakt van alle taken die erop staan of die erop stonden. En hoe ver die dan zijn, de status daarvan. Hoeveel taken er bij iedere bucket zijn, prioriteit, hoeveel taken er bepaalde prioritering hebben gekregen. En hoeveel leden eventueel de meeste taken toegewezen hebben gekregen. En tot slot bij planning zie je vervolgens wanneer het is gepland. Wanneer je een taak hebt gepland, dan moet je natuurlijk dus wel die begin- en einddatum dus invullen. Dan krijg je een heel mooi overzicht van of de maand of de week. Ook hier heb je de mogelijkheid toekomstige terugkerende taken verbergen om die uit te zetten of juist aan. En vanuit hier kun je opnieuw dus een taak gaan toevoegen. Zoals je ziet wijst het heel erg gemakkelijk vanzelf. Kun je makkelijk medewerkers hieraan toevoegen. Omdat het een Teams team is, kun je heel makkelijk mensen toevoegen. Zowel intern als extern. En vervolgens kun je die taken gaan aanmaken en verdelen onder de leden. Het is voornamelijk belangrijk om te gaan nadenken over hoe je dit wilt inzetten voor het specifieke project waarvoor je het wil gaan gebruiken. Wat voor type buckets ga je aanmaken? Wat spreek je af over hoe je aangeeft wat de voortgang is van een taak? Doen mensen dat zelf of heb je wekelijks een overleg waarbij je hem gezamenlijk in een meeting gaat bijwerken, zodat je exact weet hoe ver alles is? Want anders, stel je voor dat deze bijvoorbeeld afgerond is, moet jij ook nog langs alle voltooide taken om te zien of iets al gedaan is. Nu is dit een herhalende taak, dus als ik hem dan vink, dan blijft hij hier opnieuw staan, omdat ik hem op herhaling heb gezet. Dat zie je hier ook staan, dat de volgende datum deze is. Dus dit is hoe het werkt. Dat heb je vrij snel onder de knie. Maar denk goed na over hoe je dit met z'n allen wilt gaan inzetten. En bespreek dit ook af voorafgaand aan het project. Dus hoe wil je hier met z'n allen mee omgaan? En dat kan per project zeker verschillen. En dat was dus Microsoft Planner. Let er wel op dat je deze applicatie op verschillende manieren kan inzetten. Ga deze manieren dus langs en bekijk welke voor jou het beste werkt. Vind je deze video nu leerzaam? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en klik gelijk op het belletje om nooit meer een nieuwe video of live webinar te missen.